dat succes. Zijn de moslims het beu omdat bestaande partijen alles over hun hoofd heen beslissen? Ja, dat speelt natuurlijk mee. Maar ik denk vooral dat er een verschil in gedachtegoed bestaat. Verschil in politiek gedachtegoed ook. En tot nu toe is die verschil nooit geuit door een politieke partij. En natuurlijk, als je bijvoorbeeld liberaal bent en je hebt geen liberale partij, je stemt bijvoorbeeld op de CD&V, plotseling als er een liberale partij wordt opgericht, dan is je keuze ook rap gemaakt. Hè. En hoe zou je dat moslimpolitieke gedachtegoed dan omschrijven? Ja, kijk, het is, dus de partij zal de Moslim-Democratische Partij heten. Dus het is gebaseerd op twee principes. Aan de ene kant de Shura-beginsel, dat wil zeggen de consultatiebeginsel. Dat is een beginsel van de islamitisch gedachtegoed. De Shura, wat is dat precies? Dus de Shura is een beginsel die in de Koran eigenlijk aanwezig is. En die zegt dat mensen, dus de bevolking, moet haar materies, dus alle materies, in Shura dus behandelen. Dat wil zeggen in consultatie. Dat wil zeggen via een techniek kan verkiezingen zijn, een andere techniek... Maar dat is een tekst die ergens... Dat is een heilige tekst, dat wil zeggen, je hebt geen andere keuze. Je mag geen absolute monarchie hebben in islam, geen dictatuur in islam. En daarom dat we zeggen, wat er bestaat vandaag in de islamitische wereld is ondanks de islam en niet dankzij de islam. Ja, precies. Binnenkort verschijnt dit boek van u, Tussen twee werelden heet het. En daarin schrijft u dat de islam niet antidemocratisch is, maar dat ze zelfs een model van basisdemocratie biedt. Wat is er dan mis met onze democratie, waarvoor dan moslimdemocratie een alternatief zou zijn? Wij hebben toch verkiezingen en inspraak? Inderdaad, nu alle systemen kunnen verbeterd worden. En niet omdat je verkiezingen hebt dat je perfect democratie hebt. Dus wij geloven als islamieten in de basisdemocratiemodel. Consultatie betekent dat je niet één keer verkiest en dan plotseling, of dan moet je wachten tot vier jaar om terug te kiezen. Mm-hmm. Maar dat de regering constant in consultatie blijft regeren. Dat is eigenlijk hoe dat de islamitische manier moet zijn. Meer referenda bedoel je? Meer referenda, maar ook meer bevoegdheden voor structuren zoals districtraden, gemeenteraden, dus meer decentralisatie wat betreft... Decentralisatie van de macht. Dat is wat betreft het politieke niveau, ja. Ja. U schrijft ook dat de moslimdemocratie meer democratisch is dan de westerse op het gebied van het economische. Dat is inderdaad volgens onze visie zo, omdat de islamitische economie bijvoorbeeld kent geen rentestelsel. Dat wil zeggen, het is voor de afschaffing geen van interest. Rente. Geen interest. Eén. Twee, het heeft een vermogenbelasting. Dus 2,5% elk jaar moet betaald worden op kapitaal. En dan derde... Ja, dat kapitaal is dan na verloop van een aantal jaren wel helemaal weg natuurlijk. Omdat je geen interest hebt, dus concentratie van kapitaal wordt vermeden. De mensen dus moeten in de islam zijn er geen rijke mensen? Er zijn wel rijke mensen, maar die constant investeren. Niet hun geld eigenlijk ergens... Als je ziet bijvoorbeeld in Amerika, de mensen bouwen interest af om de economie te stimuleren. Mm-hmm. Dus recessie in islam is moeilijk. De andere element die zeer belangrijk is, dus de minimum wage in islam, dus de minimum bedrag dat de mens recht op heeft, is 150% van wat een mens nodig heeft om een waardig leven te leiden. Dat wil zeggen, stel in België heb je 40.000 frank nodig om een waardig leven te leiden, dan moet je 60.000 krijgen. Anders ben je beschouwd als arm en dan moet de staat u helpen. Nu, u wil een moslimdemocratische partij oprichten, maar zijn er ook niet-moslims welkom? Absoluut. Dus die partij... kijk, de moslimdemocratische gedachtegoed is een politiek gedachtegoed. Hè? Dus die partij is geen theologisch partij. Hè? Het is een partij. Dus dat wil zeggen, we hebben een programma. Als je die programma leest en je vindt, ik vind die maatregelen goed, dan kun je lid worden. Ja. Ook al geloof je dat de inspiratie van die maatregelen helemaal niet goddelijk is? Ja, kijk, je moet het beoordelen op de standpunten, mm-hmm. op de maatregelen dat je wilt treffen en niet op van waar dat de inspiratie komt. Iedereen krijgt de inspiratie van overal. Dus zoals dat je bijvoorbeeld moslims lid zijn van de CD&V, alhoewel de inspiratie komt van de christendom, we zijn geen christen. Dus je moet dat op dezelfde manier bekijken. Er bestaan in België katholieke scholen, u wil ook moslimscholen opgericht zien. Wij vinden dat iedereen heeft het recht om scholen, om onderwijs te organiseren, zolang dat het eigenlijk niet in tegenstrijd met de grondwet. Mm-hmm. En zoals dat katholieken dat doen, zoals dat joden dat doen, antroposofen dat doen, moslims zouden dat ook kunnen doen. Ja, waarom doen ze het niet eigenlijk? Ten eerste omdat die gemeenschap een arme gemeenschap is over het algemeen, dus economisch. Dus ze hebben niet de middelen om dat te doen. Mm-hmm. Ten tweede omdat het ook politiek en administratief wordt tegengewerkt. Dus, is dat zo? Ja, dus bijvoorbeeld de inspectie is zeer streng. Dus bijvoorbeeld maatregelen die worden toegepast op projecten van islamitische scholen. Als je die toepast op de bestaande katholieke scholen, ga je het helft van sluiten. Maar die strenge maatregelen worden toegepast om te beletten dat een islamitische school wordt opgericht. Maar we zijn er mee bezig. U wil niet alleen scholen, maar u wil ook Arabische en islamitische instellingen, een eigen zuil. Wat houdt dat precies in, meer dan scholen? Kijk, het is eigenlijk onze visie dat alle mensen van welke ideologie dan ook, van welke levensbeschouwelijke visie dan ook, hebben het recht om zich te organiseren. Onderwijs is een manier om zich te organiseren, maar je hebt ook bijvoorbeeld jeugdbewegingen.
Nu heb je een katholiek scout, een vrijzinnig scout, maar je hebt geen islamitisch scout. Dus dat zijn allemaal niveaus van menselijke organisatie. Alleen zeggen we altijd, dat zijn eerst niet instellingen waar dat je moslims moet verplichten om naartoe te gaan. Dat is niet segregatie, die zijn open voor niet-moslims ook. Dus zoals dat we vandaag naar een katholiek scout kunnen gaan, katholieken mogen naar moslims scouts komen. Dus dat is de visie. Alleen, die optie moet er zijn. Ja. En die optie is er niet momenteel. Ik ga er iemand bij halen die betwijfelt of mosliminstellingen wel democratisch kunnen functioneren. Hij is filosoof en heeft een heel aantal godsdiensten bestudeerd. Zijn naam is Etienne Vermeers. Welkom, professor Vermeers. De islam kan ons nog heel wat leren waar het op democratie aankomt, volgens Diab Abu Jaja. Bent u het daarmee eens? Wel, de islam als gemeenschap is gesticht in 622. We zijn nu ongeveer 1500 jaar verder. Ik zou graag eens vernemen waar de islamdemocratie ooit heeft gewerkt. Tot nu toe. Er is al kans genoeg geweest om die islamdemocratie te laten werken. Waar heeft die gewerkt? Daar kunnen we straks verder op ingaan op de praktische, maar laten we het hebben over het, laten we zeggen, theoretische model. Theoretisch is het zo. Klopt het ik heb de Koran nagelezen. Men kan dat niet volmaakt doen. Nee. Ik heb dus eigenlijk toch maar een drietal regels gevonden over de shura. Misschien zijn er zes hoor, maar ik heb er maar drie gevonden. En in de literatuur betreffende de shura heb ik dus ook maar drie regels gevonden. Ik kan ze u citeren. Dus drie regels over de shura. Als dat het concept moet zijn voor een maatschappij, ja, dan begrijp ik het niet. Een shura betekent dus eigenlijk een raadpleging. Alle potentaten, alle machthebbers, alle dictators in de wereldgeschiedenis hebben altijd een raad gehad waarmee ze raadpleging hielden. Mohammed deed dat, de eerste kalifen deden dat, maar dat waren een aantal notabelen die ze een aantal vragen voorlegden, die notabelen discuteerden daarover, dan luisterden ze en dan nam de kalif zijn beslissing. Dat is geen democratie, dat is een gezonde vorm van, laat ons zeggen, autocratie. Van bijna absolute macht, die wel getemperd wordt door een beetje rekening te houden wat met een kleine afvaardiging van notabelen zegt. Maar wat meneer Vermeers hier doet, is eigenlijk een verwarring tussen de principe en de techniek. Die techniek is inderdaad een techniek van de 600 na Christus. Ja? Dus wij zeggen de principe en niet de techniek daarvan overnemen. Dus de techniek moet rekening houden met de context. Ik denk vandaag de dag ga je niet dezelfde technieken toepassen van die principe. De invulling van de shura-beginsel vandaag de dag moet absoluut anders zijn dan hoe dat het ingevuld was 600 na Christus. Maar alleen, ik wil zeggen van kijk, de principe zelf is meer ontwikkeld naar democratie toe dan gewoon verkiezingen en wachten tot 4 jaar om terug verkiezingen. U hebt gevraagd waarom dat het niet gebeurd is. Ja. Het niet gebeurd is omdat er eigenlijk een soort counter-revolution is gebeurd met de Omayyaden. Dat weet u zeer goed. Dat de Omayyaden een soort machtgreep hebben gemaakt en ze hebben een absolute monarchie geïnstalleerd. En dat is niet islamitisch, maar ze hebben naast die absolute monarchie een bepaalde establishment van geleerden gecreëerd die een nieuwe versie van de islam heeft ontwikkeld die hun absolute macht verdedigt. Dus ik als moslim, als ik teruggrijp naar die oorspronkelijke principes, ik erken die Omayyade versie van de islam niet als de juiste versie. Ik vind dat het eigenlijk een afwijking van de islam. Dus daarom zeggen wij, wat vandaag is in de Arabische wereld, is eigenlijk de legacy of de erfenis van de Omayyade. En dat is niet een aberratie. Eigenlijk zeg ik dan dat de islam nooit die democratie gekend heeft. Nee, de islam wel. Maar er is een machtgreep gebeurd, zoals dat u bijvoorbeeld in verschillende landen... Abbasiden, ja, kijk, zoals dat Pinochet in Chile een machtgreep heeft gedaan tegen een democratische regering, dat gebeurt. Maar, en dat is ook in de islamwereld gebeurd. Okay, ik wil even naar het volgende. De Abbasiden, de Fatimiden, absolute monarchieën. Ja, jongens, ik wil even naar het volgende. Heel de geschiedenis door. Hoe kunnen wij daar dan lessen uittrekken uit iets wat nooit gerealiseerd is? Als je nu over teksten concentreert... Ik wil even naar het volgende. De AEL heeft deze zomer een tekst gepubliceerd over haar ideologie. En daarin staat, in de islam zijn godsdienst en politiek niet van elkaar gescheiden. Is dat geen groot probleem als we het hebben over het samengaan van islam en westerse democratie? Nee, het is eigenlijk een idee dat we hebben. Is je moet een verschil maken tussen scheiding kerk en staat en scheiding religie en staat. Religie als inspiratiebron voor politiek
is iets dat u niet eigenlijk kan vernietigen. Je hebt eigenlijk de grootste politieke familie in Europa, is gebaseerd op inspiratie vanuit religie. Dat is de christendemocratische familie. Dus wat we zeggen, kerk en staat scheiden, akkoord. Daar zijn we voor. Omdat we ook niet geen kerkelijke instanties in de islam erkennen. We zijn tegen die kerkelijke instanties die worden gebouwd. We zijn daartegen. Dus dat is voor ons totaal akkoord. Maar dat je bijvoorbeeld als... Maar dat is niet moeilijk natuurlijk, want de islam heeft geen kerk. Dus het is voor de islam niet moeilijk om zijn eigen kerk te hebben. Ja, maar dat is toch goed. Dat valt mee, toch? Dat is een meevaller. Maar aan de andere kant, want ik zeg, wat ik zeg van... Als je mij als politicus wil nu bepalen, je mag je niet inspireren van de islam, je moet je inspireren alleen van wat die filosoof heeft geschreven, ja, dat is intellectueel terreur. Ik mag me inspireren voor mijn politieke daden van welke bron dan ook. Nee, maar er is verschil natuurlijk tussen je maar laten inspireren... Als het zou zijn dat een gelovige moslim verkozen wordt en zich daarbij laat inspireren door, laat ons zeggen, de Mekkaanse soeras, die eerste prachtige soeras van de Koran, de eerste in de tijd, prachtige soeras van de Koran, diepe vroomheid, sociaal gevoel, enfin, prachtige poëzie. Als hij zich daardoor laat inspireren, geen enkel probleem. Maar u gaat veel verder. U zegt dat u streeft naar een toepassing van de sharia. Maar de sharia, dat is de doodstraf voor geloofsafval. Dat is dus nee, de doodstraf. Nee, je maakt een karikatuur van de sharia. Ik maak daar geen karikatuur van. Luister eens. De doodstraf voor overspel. Amin al-Awwal, nu in Nigeria. Ja, geen enkel probleem. Maar hoe zegt dat de sharia is? Kijk, ik zeg dat de sharia is en ik wil u dat zeggen, zwart op wit bewijzen. Ik zal u zeggen wat u doet, meneer Vermeers. En dat is eigenlijk typisch voor orientalisten, maar oké, meneer Vermeers is niet een orientalist, maar een beetje dichtbij. Men neemt de uitwassen van de islam en beschouwt dat als de islam. Ja, maar staat het in de sharia of staat het kijk, niet de sharia, in? Kijk, de sharia, je hebt verschillende elementen van de sharia. Dus wat u doet, nee, maar, eigenlijk, kijk, u bent de tegenhanger van de moslim-fundamentalisten. Ik heb gezocht, hoor. Ik heb overal gezocht. Echt selectief, waar, toch? Vrij selectief. Absoluut niet selectief. Vrij selectief. Ik heb van in Nigeria aan de ene kant, tot en nu in Maleisië aan de andere kant, dringt men nu op in de officiële rechtspraak het stenigen van een vrouw na overspel. Nee, dat is en niet het waar. Is nooit de enige, een man. Ik dacht je uit om enig geval te tonen, bijvoorbeeld in landen van de Midden-Oosten waar dat de mensen gestenigd worden. En ik wil een antwoord van u waarom dat het onthoofd, niet gebeurt. Onthoofd. Omdat Saudi-Arabië en het regime omdat dat hebben sinds de 19e eeuw... Maar Egypte, Marokko, ja, Libanon, maar enige, Syrië... Sinds, dat sinds, gebeurt niet. Sinds de 19e eeuw... Maak geen karikatuur. Jawel. U beweert dat... Jongens, dit leidt nergens toe. Meneer Abu Djadja, u wil de islam... en de Arabische cultuur beter bekendmaken bij de allochtonen, dat is niet zo eenvoudig. Wanneer jongeren die hier zijn opgegroeid in contact komen met islamwaarden, wil dat wel eens tot conflicten leiden. Dit is het verhaal van Nadia Abdelwafi. Mijn ouders waren gescheiden toen ik 6 jaar was en dan zijn wij in Berendrecht gaan wonen, dus echt op de buiten. Uiteindelijk tot mijn 12 jaar heb ik nooit beseft dat ik van Marokkaanse afkomst was. Dat was nooit ter sprake gekomen. Er was niks Marokkaans of traditioneel of islamitisch of wat dan ook aan de opvoeding. Toen ik 12 jaar was, was mijn oudste broer in Antwerpen, in het centrum, naar school beginnen komen. Ja, dan had hij ineens Marokkaanse vrienden. En het zijn zij die hem daarop zijn beginnen wijzen dat hij een Marokkaan was. En hij begon mij erop te wijzen dat ik een meisje was en dat ik thuis hoorde te zijn en dat ik niet op straat moest gaan rondhangen en zeker niet met jongens moest omgaan. De regeltjes van op straat, de regeltjes die de sociale controle in toog houden en jij moogt niet buiten, want ik ben de man. En dan uiteindelijk zeggen ze dat soms van ja, dat staat in de Koran en dat is de islam. En terwijl je soms zoiets hebt van ik weet het niet of dat erin staat. Ja, mijn moeder liet dat toe dat hij mij sloeg, want voor haar was dat blijkbaar iets heel normaal, dat een broer of een vader dat hij zijn zus, zijn dochter onder zijn toezicht heeft en dat absoluut geslagen als je niet wilt luisteren. Dus voilà. Allee, mijn jeugd is zo normaal geweest en zo gewoon als jong meisje en
dan ineens verandert er iets. Zo die controle van Marokkaanse jongens ineens op straat, die weten van, oh, jij bent de zuster van den die, dus we moeten die in toog houden. En dan beginnen roddelen en tegen elkaar en tegen hem ook van, maar allee, je laat u doen en uw zuster die kan toch niet zomaar in Antwerpen beginnen rondlopen. Je moet die in toog houden en die moet niet op straat rondhangen en als een hoer en bla bla. Ineens begint dat te spelen, terwijl het daarvoor helemaal niks met mijn leven te maken had. En op mijn 16 was ik bij zo'n dag, denk woensdag namiddag of zo, ik had ook een jonger broertje en ik was daar verantwoordelijk voor, ik moest daarop letten. En ik ben naar de stad gegaan met vriendinnen. En ik kwam terug thuis en mijn oudste broer was kwijt, die was razend. En hij begon mij echt te kloppen en te kloppen en te kloppen. Ik echt zo in, ja, ik weet niet juist wat er gebeurde, maar ik ben in paniek in de keuken gerend. En ik had een mes gepakt en ik had mijn broer gestoken, voilà. Het ergste is dat wij echt geen cliché gezin zijn. Mijn ouders zijn geen Berberouders, analfabeten uit een Berberdorpje. Nee, die hebben gestudeerd, die komen uit de stad. En vandaar dat ik zoiets heb van, het is geen cliché en toch kan dat ineens veranderen. Ja, ja, Boudjaja, wat heeft die broer precies verkeerd begrepen? Ja, kijk, ten eerste, ik ben geschokt door de racistische uitspraak dat ze juist heeft gedaan. We zijn geen typisch Berbers onwetend familie. Dat is afschuwelijk racisme tegenover de Berbers bevolking, eerst en vooral. Ten tweede, kijk, het is een duidelijke gezinsdrama, gezinsprobleem. Ik weet niet wat daar aan de hand ligt. Nee, waarom dat gebeurt. Ze heeft haar eigen interpretatie. Het probleem is... Die jongen komt in contact met andere Marokkaanse jongeren. Ja, maar dat zegt zij. Dat zegt zij. Ja. Ten eerste. Ten tweede, het probleem is als er gezinsdrama's gebeuren dus, bij moslims, dan zoekt men antwoord bij islam. Dan is dat omdat ze moslim zijn. Als gezinsdrama gebeuren bij Vlamingen, dan gaat men niet direct naar de Vlaamse cultuur zoeken. De jongen gebruikt de islam om zijn gedrag te rechtvaardigen. Ja, maar mensen die misbruik willen doen in bijvoorbeeld in hun relatie of in contacten met andere mensen, ze gebruiken altijd iets. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen zegt dat het is een geïsoleerd geval, een totaal toeval. Ik zeg, kijk, zoals alle gemeenschappen, zoals alle mensen, we hebben ook problemen. Ja? Mm-hmm. En om je problemen of om je agressief gedrag of je verkeerd gedrag te gaan verantwoorden, je gebruikt van alles en je misbruikt van alles. En godsdienst kan een reden of kan iets dat je kan gebruiken om je eigen wangedrag te gaan verantwoorden. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dan het juiste gegeven is dat het daardoor dat het komt. Je kan het een met het ander niks te maken. U vindt mijn interpretatie een aparte interpretatie, hoewel ik niks anders in de boeken gevonden heb. U vindt haar interpretatie een aparte interpretatie. U vindt Amina Awal, die waarschijnlijk volgende maand gestenigd wordt, een aparte interpretatie. Niet zo beginnen, een beetje inhoud alsjeblieft. Ja, inhoud is, er staat in de aan dat een vrouw haar man moet gehoorzamen. Maar hier ging het over een broer. Ja, maar heb ik het over haar man, om te veranderen, om duidelijk naar de Koran te gaan. Dus je wijkt ook af van de onderwerp. Ja, maar ik ga naar de Koran, dat is geen afwijking, volgens u. Er staat dat een vrouw haar man moet gehoorzamen, ja. En als ze dat niet doet, dat hij haar moet slaan. Nee, dat staat en dat niet, hij met dat nee, staat niet er op die manier. In. Niet op die manier. Niet ja, op daar die staat tussendoor. Nee. Hij moet eerst vermanen, ten tweede haar het bed ontzeggen, ten derde en slaat haar, staat er. Ja, letterlijk. Maar, en hij zegt ook, moet ophouden met slaan zodra ze opnieuw gehoorzaam. Er staat in de Bijbel, meneer Vermeer, er staat in de Bijbel dat een vrouw geen zeel hebben. Maar je hebt staat een interpretatie. Waar staat dat? Ja, hij staat in de Bijbel. Sint-Peter heeft dat geschreven. Ik weet niet naar welke stad. Oké, ik kan u die tekst opzoeken. Wat ik wil zeggen, mag ik antwoorden? Als een heilige tekst loskoppelt van de interpretatie, van de theologie daarvan, dan maak je karikatuur. En dat is wat mensen hier constant maken. Maar ik heb een vraag dat u niet hebt beantwoord. Ik heb u gevraagd. De essentialisering van wat men doet met moslims. Alles wat ze doen is omdat ze moslim zijn. Is dat verantwoord? Nee, maar in dit geval... Zij beschrijft, haar leven was volkomen normaal, mm-hmm. tot haar broer in contact komt met vrienden die hem
overtuigen van je bent moslim en je moet de moslimwaarden huldigen en zijn gedrag veranderen. Ja, daar zit toch een oorzakelijk verband tussen. Maar waarom dat je niet grijpt naar traditie bijvoorbeeld? Dat sommige tradities soms bestaan, dat mensen... Kijk, ik heb je al gezegd, mensen proberen hun daden te verantwoorden. Welke traditie is het dan? Ja, kijk, je hebt bijvoorbeeld conservatieve tradities, je hebt andere minder conservatieve tradities, je hebt een persoon die zijn persoonlijkheid is macho, een andere die niet macho is. Mm-hmm. En dit zijn redenen dat men zoekt bijvoorbeeld als een Vlaming zijn vrouw slaat. Dan zegt hij, ja, hij drinkt, hij is macho, hij is agressief. Maar bij een moslim zoekt men altijd naar de islam. En natuurlijk, iemand moet altijd zijn daden verantwoorden. Want zelfs een dronkaard die zijn vrouw slaapt omdat hij drinkt, hij gaat wel een reden voor geven. Zal zelden de Bijbel inroepen natuurlijk. En dat van een dief, is dat ook een interpretatie? Ja, maar kijk, dat staat in de Koran. Er zijn, zoals dat ik zeg, teksten en er zijn contexten. Je haalt de tekst uit context. Waarom dat ik zeg, u voedt fundamentalisme. Omdat je zegt tegen moslims hier, dat is islam. Dat is islam. Professor Mees, in onze cultuur worden ze niet aanvaard. Is het dan niet normaal dat ze hun eigen identiteit opnieuw opzoeken? Wel, als ik de teksten van Abu Jaja lees, dan zie ik daar vooral, en nu komen we eigenlijk tot de kern van de zaak, dan zie ik daar vooral een soort collectivistische idee in. En dat is denk ik typisch voor wat hij zijn cultuur zal noemen, maar dat is niet alleen typisch hoor, je vindt dat ook in Nazi-Duitsland. Een van de leuzes van de nazi's was, du bist nichts, dein volk is alles. Jij zegt niets, uw volk is alles. Want bij Abu Jaja gaat het niet over de vraag... Wat zal de toekomst zijn, wat zal de beste toekomst zijn voor het individuele kind, jongen of meisje, van een allochtoon gezin, kind dat hier geboren wordt en hier opgevoed wordt. Waar hij het over heeft, is over het feit dat dat kind een moslim is, bij definitie bijna. En ten tweede dat dat kind een Arabier is, bij definitie bijna. Nu, een kind dat hier geboren wordt, is een mens. En die mens, die wordt hier opgevoed en die moet uitstekend opgevoed worden en kennis nemen van alles... van het atheïsme, van het christendom, van de islam enzovoort. En als die mens volwassen is, dan kiest hij, word ik moslim, word ik christen, word ik atheïst, dan moet hij volkomen vrij kunnen kiezen. En die kiest hij ook, ervaar ik mij als Vlaming, ervaar ik mij als Belg, ervaar ik mij als Europeaan, ervaar ik mij als Berber, ervaar ik mij als Arabier, ervaar ik mij als Marokkaan of alleen maar als Antwerpenaar. Dus je ontkent de opvoeding als element, dat ouders dus hebben geen recht om hun kinderen te opvoeden, de volgens ouders u. Hebben een recht om hun kinderen op te voeden. Dus, ja, hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je dat? Als je het recht herkent aan de ouders, dat hun kinderen opvoeden... Ik geef het recht aan de ouders om dat kind op te voeden, bijvoorbeeld in een bepaalde richting in de islam. Maar tegelijkertijd, en dan moet ik weten of u het daarmee eens bent, moet dat kind na die opvoeding... als het meerderjarig geworden is, volledig vrijwillig kunnen kiezen voor atheïsme. Mm-hmm. En die ouders, het is immoreel van die ouders, als zij hun kind zouden verstoten, omdat het kiest voor atheïsme. Bent u het daarmee eens? Ik zal u zeggen... Bent u het daarmee eens? Ik zal beginnen... Bent eerst, u het daarmee eens? Ik heb het daarmee eens. Ik wil beginnen door te zeggen, om te bewijzen dat hij intentieprocessen voert, ja, ik ben daarmee eens. En dat staat ook in die boek dat je kan kopen en gaan lezen. Ik ben... meteen met de keuze van de mensen. Maar alleen, ik ben niet meteen dat je ouders het recht ontzegt om hun kinderen op te voeden. Maar ik ga niet meer reageren op intentieprocessen die eigenlijk op basis van misquotes en gebrek aan informatie gebaseerd. Want je zei dat ik eigenlijk voor collectivisme... Het zit niet mijn grootouders die hebben gecollaboreerd met de Duitsers. Dat zijn niet mijn grootouders. Dus je vergelijkt onze cultuur... Nazi-Duitsland is een kind van de Europese beschaving dat je zoveel eigenlijk bewondering voor hebt. Dus je moet niet... Individu mooi en ongelukkig. Dat heel dikwijls samen. Ik wil het even hebben over wat een kijker op onze website schreef, namelijk niemand verbiedt hen de taal van hun roots te leren, niemand verbiedt hen naar hun kerk, moskee, te gaan. Waarom zijn die eigen instellingen nodig? Elke Belg is gelijk voor de wet, elke Belg wordt gelijkwaardig behandeld naar de wet. Dus waarom moeten we dan formele, officiële andere instellingen hebben? Kijk, omdat de mensen recht hebben om zich te organiseren. Dus zoals dat je eigenlijk als katholiek recht hebt om een katholiek scout te hebben of een katholiek school, ik vind dat het je recht, of een vrijzinnig om een vrijzinnig scout. Een moslim heeft ook een recht om dat ook te hebben. Dus inderdaad, omdat we allemaal gelijk voor de wet, dan hebben we het recht om dat te doen. Hè. Dat is ook simpel. Om atheïst te worden, hè? Ja, maar ik heb je dat gezegd, als afstand voor je intentieproces. Ja, om homoseksueel te zijn? Als ze voor kiezen, maar alleen kunnen ze niet zeggen van islam aanvaardt dat. Iedereen kan doen wat ze zich willen, maar ze moeten religie niet gaan manipuleren. Islam, zoals Jodendom en Christendom, aanvaarden homoseksualiteit niet als daad.
Maar een mens waar kan zijn dat? Wat zij wil. Waar staat ja, het? Is, het staat wel in de Koran, hoor. En hebt u dat uit zijn verband gerukt in de Koran? Nee, ik heb dat niet uit verband. Ah, ja. Nee, ik, kijk, want wat u zegt, het is duidelijk. Het is heel duidelijk. Maar sommige dingen rukt u uit de, zijn zo gezegd uit nee, de verband. Nee, ik ben niet degene die uit verband rukt. Als het maar past. Vindt u dat een zoon uit een moslimgezin op zijn 18e moet kunnen zeggen, ik ben homoseksueel, en dat de ouders de verplichting hebben om te zeggen, wij respecteren dat. Ik zal dat zeer erg vinden, moest mijn zoon naar mij komen, maar zoals veel Vlaamse ouders ook, moest naar zoon naar mij komt en zegt, ik ben homo, ik zal dat een catastrofe vinden. Ik zal misschien zo geschokt worden, maar kan ik dat beletten? Ik kan dat niet beletten. Dus wat ik zeg, maar ik kan ook, je kan mij niet afdwingen om te zeggen, mijn geloof aanvaardt dat. Nee, aanvaardt dat niet. Dus dat zijn verschillende zaken. Iedereen doet wat ze willen, als ze volwassen zijn. Maar je hebt je mening ook, je formuleert je mening daarover. En dat is ook gerecht. Ja. Wat heeft Karim van Agalef Antwerpen fout gedaan dat de AEL eist dat hij zich excuseert? Ik zal je zeggen wat heeft Karim fout. Hij wou affiches met religieuze symbolen en eigenlijk een ongepaste houding. Dus twee vrouwen met hijab die elkaar kussen. Om te provoceren, hij zei dat zelf, om te provoceren. De hoofddoek. Ja, met een hoofddoek. Dat zijn elkaar religieuze symbolen. Ja, dat is een religieus symbool. Doet hij niet binnen de moslimgemeenschap wat u binnen de Belgische Absoluut gemeenschap niet. Doet? Ik uit mijn mening, ja. Maar ik ga niet bijvoorbeeld aan de IJzer Bedevaarden gaan protesteren en eigenlijk daar met Frans gaan praten. Dat is provoceren. Ik doe dat niet. Hè. Maar wat hij doet... De AL-patrouilles zijn... Nee, de AL-patrouilles zijn onze recht om de politie te observeren als burgers. Dat is niet provoceren. Dat is onze recht. Je moet niet opening zijn. De vraag blijft of de Arabische cultuur wel zo'n lichtend voorbeeld is. En daar weet mijn volgende gast alles van. Hij doseert in Gent en is er voorzitter van het Centrum voor de Islam in Europa. Zijn naam is Sami Zemni. Welkom, Sami Zemni. We hebben het er al een beetje over gehad, maar als wat meneer Abu Djadja zegt klopt en de islam kan modern en democratisch zijn, hoe komt het dan dat geen enkel moslimland democratisch is? Wel, ik heb met veel aandacht het debat daarnet beluisterd en inderdaad, ik geef Diop Abu Djadja gelijk dat men hier op twee grote orders eigenlijk aan babbelen is. Hè. Het doet er eigenlijk niet toe of dat het in het verleden of vandaag bestaat. Als er nu een project is om het democratisch te maken, dan moet je daar naar luisteren. Er zijn tal van redenen die we kunnen opsommen waarom dat het in de islamitische wereld nog niet heeft bestaan. En de allerbelangrijkste reden is dat in de laatste 100 jaar daar zoveel maatschappelijke veranderingen zijn gebeurd, vooral op politiek, economisch en sociaal gebied, die ervoor gezorgd hebben uiteindelijk dat daar mensen aan de macht zijn gekomen die al 50 jaar lang maar één doel hebben, namelijk aan de macht blijven. En dus dat die machtshebbers ook al 50 jaar lang, sinds onafhankelijkheid ongeveer, gesteund worden door het Westen. Met om even welke reden. Is het ofwel om een dam op te werpen tegen het communisme 20, 30 jaar geleden, of vandaag tegen de zogenaamde barbarij van de islamisten? Het doet er niet toe, men vindt altijd wel redenen om diezelfde machtshebbers in het zadel te houden. Mm-hmm. En zo is elke democratiserende tendens, vanuit welke hoek dan ook, links, liberaal, centrum, vanuit de islamitische hoek altijd onderdrukt geweest. En de ene al harder dan de andere. Dus dat is de hoofdreden eigenlijk waarom dat tot op de dag van vandaag de democratische tendensen in de Arabische wereld hier echt wel zijn, maar dat die inderdaad niet echt kunnen uitgroeien tot een sterk alternatief dat de macht zou kunnen overnemen. Maar er is toch wel een wezenlijk punt, hoor. Ik heb dus niets tegen die democratische tendensen in de islam. Integendeel. Alleen vind ik dat die democratische tendens totaal de verkeerde weg opgaat wanneer ze verwijst naar de sharia. Ik zal u zeggen waar dat u de fout maakt. Hè. De heropstaan van de Arabisch-Islamitische cultuur kan alleen binnen de islamitische kader gebeuren. Ja, maar ga dan terug naar Ibn Rushd. Nee, maar daar, wat u doet is, je verdedigt een versie van de islam die wat wij beschouwen als een afwijking, je verdedigt als de mainstream. Moet de term sharia Meneer Zemni, wat gebeurt er vandaag wat u lovenswaardig vindt? Wat ziet u gebeuren in de Arabische wereld, in de moslimwereld, dat u zegt van, kijk, daar kan iets gezond van komen? Wel, ik denk dat er inderdaad een tendens is voor wat men bij gebrek aan een betere term de islamdemocratie of moslimdemocratie is gaan noemen. Namelijk een hele groep mensen die voor een groot deel willen teruggaan naar de waarden en normen van de islam en daarvan onder de cultuur, de traditie, de Koran uiteraard, maar ook de sharia, maar daar waarden en normen gaan uithalen om een nieuw politiek project naar voren te brengen dat enerzijds de formele aspecten van de democratie zoals wij ze kennen willen overnemen,
En dan bij formele aspecten, dan gaat dat inderdaad over verkiezingen, consultatie. Hoe dat wordt ingevuld, elk land kan dat eigenlijk zelf, of moet dat zelf maar gaan bepalen. En anderzijds, dat ze inderdaad ook veel zwaarder gaan nadenken over hoe zit dat nu met mensenrechten, wat is nu juist de plaats van de vrouw, wat kan niet. Maar dat ze dat niet gaan doen van, ah, er is daar een regeltje uit de 12e eeuw die dit zegt. Nee, men denkt verder vanuit iets dat men zou kunnen vergelijken, men kan daarmee akkoord gaan of niet, met een CVP van vroeger bijvoorbeeld. Namelijk een inspiratiebron de islam die men gaat gebruiken om een nieuw politiek project naar voren te schuiven die in de Arabische wereld momenteel op een groeiend succes kan rekenen. Waarom? Omdat, zoals ik daarnet reeds zei, de heersers van vandaag de dag ja, al 20, 30, 40 jaar lang hetzelfde doen, namelijk die landen, bij wijze van spreken, uitzuigen. De ene is al beter dan de andere, maar die oppositionele trend is er en die is aan het groeien. En om een voorbeeld te geven, een partij die het al gehaald heeft, is in Turkije, het is geen Arabisch land, maar de AKP van Erdogan, is een partij die onder die stroming zou kunnen geplaatst worden. Dat zijn moslims, profileren zich als moslim, maar die zijn daarom niet minder democratisch. Maar er gaan natuurlijk fricties zijn. En ja, daarover... Ja. Ten eerste is er een fundamenteel verschil. Een democratie is gebaseerd op de volkssoevereiniteit, ja, terwijl een islamitische democratie... Maar dat is gebaseerd, meneer, gebaseerd op de wet van God. Ja, maar als je schrijft zegt, u zelf. Nee, maar ik zal u zeggen, schrijft als u God u zegt, ik moet mij niet bemengen en je eigen beslissing voor je regeren, trek je plan, dan is het probleem opgelost. Maar alleen het probleem is van het westelijke gedachtegoed is dat men denkt dat moderniteit moet alleen door secularisatie gebeuren. Mm-hmm. Men denkt niet dat eigenlijk, omdat het zo het geval was bij christendom. En men maakt een analogie van de christelijke evolutie in Europa en projecteert dat naar de islamitische evolutie. Die strijd dat men heeft moeten voeren in Europa tegen de kerk, ziet men dat het eigenlijk moet gebeuren in de Arabische wereld. Terwijl dat eigenlijk de secularisatie is niet nodig in de islam om de democratie om te helzen. Hoe verklaart u dan het succes van zoveel fundamentalistische bewegingen? Ik zal u zeggen, hoe komt het? Ja. Het is zeer simpel. Het vies in Algerije bijvoorbeeld. Nee, maar wacht, je moet eigenlijk niet zaken met elkaar mengen. Het vies in Algerije. De vies in Algerije was een beweging die eigenlijk in die richting dat we hier aan het beschrijven kon groeien. Gemakkelijk. Ze hebben meegedaan aan verkiezingen en verkiezingen gewonnen. Okay? Wat kwam de reactie van Frankrijk natuurlijk en van haar proxies in Algerije? Ah, ze hebben de verkiezingen gewonnen, verbieden. Wat krijg je dan? Die mensen binnen de beweging, die tegen verkiezingen zijn, die tegen democratie zijn, zeggen van, sukkels, hebben jullie gezien? Jullie zeggen verkiezingen, wat hebben we nu gekregen? Ah wel, nu gaan wij het voor het zeggen hebben. En krijgen die stroming, die zoals ons denkt, wordt aan de kant geschoven en wie neemt de heft in handen? De mensen die eigenlijk daar niks van willen weten. Dus eigenlijk, die logica, wat meneer Vermeers, ik hier vertegenwoordig, is totaal contraproductief, ook van haar eigen visie. Totaal contraproductief. Ik wil even terug naar België. Ik wil even naar België. Mijn logica eventjes uitleggen. Ik heb het nu niet over mijn logica, ik heb een tekst gelezen van een dame uit Maleisië, Sisters of Islam, een echte moslim. En wat zij zegt is, wij moeten naar democratie in de islam en daarom moeten al die regels van de sharia weg. Dat vind ik niet uit, dat is mijn interpretatie niet, nee. Dat zegt ja, zij waar? Zelf. Waarom luistert u hoe niet komt naar dat? Die dame in Maleisië? Dat ja, is een moslim. Ik spreek over België, ik zit in België. Ik wil even terug naar België. Of het nu wenselijk is of niet om elementen uit de moslimcultuur toe te laten, de vraag blijft of het eigenlijk wel mogelijk is. Onze reporter Peter van der Veire vindt alvast dat multicultureel leven alleen maar voordelen biedt. Beste Jan, laat ons toch gewoon multicultureel gaan en het beste overnemen uit andere culturen. Neem nu Jos. Jos heeft een libido als een huis en nood aan heel veel affectie. Geen probleem, want van Gambia tot bij de Amerikaanse mormonen is polygamie al jaren de norm. De Koran verbiedt polygamie, behalve in uitzonderlijke gevallen. In Noord-Afrika loopt het dan ook vol uitzonderlijke gevallen. En het is nog handig in het huishouden. Jos wil onthaasten, maar met stijl. Niet met van die moderne walvisgeluiden, want daar word je gewoon moe van. Hij gaat Aziatisch. Elke dag nemen honderden miljoenen boeddhisten en hindoes de tijd voor een grondige meditatie. Want een Oosterse wijsheid zegt, wie puur denkt, handelt puur. En lang leven de wijde wereld der drugsculturen. Jos kan er zich een hele supermarkt uit samenstellen. In de Maghreb-landen doen ze hash op de waterpijp. Van Thailand tot Pakistan gebruiken ze al eeuwen opium. En in de Andes leven 1,5 miljoen boeren van de coca-plant.
Natuurlijk kosten vrouwen geld. Gelukkig kan Jos geld verdienen met het huwelijk van zijn zoon. In Afrika moet de man de ouders betalen van zijn toekomstige bruid. Daarom kiest Jos voor het Indische systeem. Daar is 99% van de huwelijken gearrangeerd. En de nieuwe bruidjes brengen een mooie bruidschat mee. Jos is natuurlijk ook niet gek, dus behoudt hij het beste uit zijn eigen Belgische cultuur. Hij heeft zijn huis in het zwart laten bouwen, ontduikt vrolijk de belastingen en stopt alles wat oud en versleten is in het bejaardentehuis. Jos, onze tip voor een multiculturele maatschappij. Professor Vermeers, kan dit, als je dit al zou willen, waarde, gewoontes, culturele leefregels bij elkaar sproken? Wel, of een beetje shoppen? Ik vraag mij al jaren af wat zij daarmee bedoelen met die eigen cultuur. Ik weet ongeveer wat ze bedoelen met islam, maar wat ze met die eigen cultuur bedoelen, weet ik eigenlijk niet. Want die kinderen die hier worden opgevoed, een van de belangrijkste aspecten van de cultuur, dat is dus de intellectuele inhoud. Dat is wat wij leren op school, wat de wetenschappen. Zij leren hetzelfde als wij. Zij leren als ze dus normaal in onze cultuur leren zij een moraal die overeenkomt met de universele verklaring van de rechten van de mens. Goed, welke cultuur hebben zij daarnaast nog? Zij leren hier natuurlijk in de eerste plaats de taal. In Wallonië leren ze Frans, bij ons leren ze Nederlands. Ze leren als tweede taal Frans of het Engels, derde taal Frans of Engels. Dat is, als zij van plan zijn van hier te blijven wonen, zijn dat de talen die ze hier zullen nodig hebben. Sommigen onder hen kunnen volgens mij, als ze van Berberse afkomst zijn, als ze daar belangstelling voor hebben, kunnen ze Berbers leren. Ik ben zelfs bereid om ervoor te ijveren dat er zijn al studies genoeg in Arabisch, dat er dus een Berberopleiding aan de universiteit komt. Na honderden jaren verdrukking door de Arabieren mogen de Berbers ook iets hebben. Dus ik denk dat dat kan, maar in het belang van die mensen heeft het natuurlijk zin dat ze het gros van onze cultuur overnemen. Dat wil ik aan meneer Zemny vragen. Wat die rest betekent, weet ik niet. Waarover hebben we het als we het dus over de cultuur of de culturele component, eigen culturele component hebben, wat dan meer of anders zou zijn dan wat een, laten we zeggen, gewoon Vlaams kind meekrijgt? Er is heel veel natuurlijk, maar dit stelt geen problemen of schept geen problemen. Dit gaat over de meest intieme soms dingen en onbewuste zaken dat je per dag doet. De manier hoe dat je elkaar begroet, hoe dat je met je familie omgaat, hoe dat je wat dat je eet, hoe dat je gedraagt, wat je soms aan hebt of niet, hoe dat je praat. Dat zijn dagdagelijkse dingen. Maar daarnaast heb je inderdaad ook nog een deel van tradities en dus van cultuur die meegekomen zijn uit die landen van herkomst, die anders zijn dan een doorsnee kind. Ik zou zeggen, bijvoorbeeld die religie en het bidden. Ja, laatste religie. Je hebt bijvoorbeeld wat je noemt de culinaire folklore. Ja? Oké, dat is aan de kant. Dat is geen probleem. Maar je hebt ook de taal. Ja? En je hebt ook de Arabische taal, de Berberse taal, de Turkse taal. En ik heb nieuws voor u. Die taal is aan het heropleven. Wat doet het heropleven? De satelliet. Ja, de mensen kijken nu naar Arabische televisie. De derde generatie spreekt beter Arabisch dan de tweede generatie. Dus je gedroomde assimilatie eigenlijk werkt niet, omdat de wereld komt dicht bij elkaar. Waarom niet? Dus dan hebben we geen probleem. Ik zal je zeggen, aan de taal is gelinkt ook hun cultuur, literatuur, poëzie, schrijvers, in het Arabisch. Dus dat zijn allemaal ook cultureel of een Turk. Maar dat zijn allemaal zaken die gelinkt aan de taal. Zijn dat geen dingen? Zijn dat geen dingen? Taal misteren dan? Zijn dat geen dingen die het probleem vergroten? Namelijk, ze spreken beter Arabisch dan de tweede generatie, maar ze spreken ook vaak beter Arabisch dan Nederlands. Nee, dat is niet waar. Ze spreken beter Nederlands dan de tweede generatie en beter Arabisch dan de tweede generatie. Ja. Ik denk dat het punt dat professor Vermeers daar straks maakte is dat een kind dat hier geboren wordt, dat is geen Arabier, dat is gewoon Belgisch. Hoe zegt dat? Identiteit is complex. Dat is toch geen biologisch gegeven? Nee, maar het is cultureel. Dat is dat wat je zegt. Cultuur verdwijnt niet omdat je ergens naartoe gaat. Het verdwijnt niet omdat je ergens naartoe gaat of ergens geboren. Nee, als je gaat naar Libanon en je woont daar, of als al die Vlamingen die wonen in Afrika, zijn ze Congolezen geworden? Nee, hoor. Alle Vlamingen, alle Nederlanders, Duitsers, Zweden die naar Amerika zijn getrokken. Ja, maar dat is hetzelfde cultureel kader. Als een Arabier gaat naar Turkije, dan gaat assimilatie rap, want de verschil is niet zo groot. Hè. Maar als je gaat naar Afrika, zo moet je dat begrijpen. Als je van ene beschaving naar de andere gaat, dan behoudt je identiteit. Maar dat is kolonialisme, dat is een andere situatie. Mag dat, of wat? Nee, er is nog een ander probleem daarbij. Gewoon de ontvangende groep,
die gaat u, hoe goed dat ze u ook willen behandelen, gaat u nooit echt als eenzelfde ervaren of aanvaarden. Dus je zit sowieso met dat probleem van, je kunt nog zo je best doen om de beste te zijn in dictée Nederlands, om de beste in alles te zijn, toch ga je vroeg of laat op problemen stuiten. En dan is een beter gevoel over je eigen afkomst, identiteit, hoe dat je het ook noemt, soms juist iets dat je kan redden om je sterker in je schoenen en zekerder te kunnen zijn. Is dat niet een beetje wat de Joden in de jaren 30 in Duitsland hebben meegemaakt? Ja. Die voelden zich ook helemaal Duits. Ja. Tot het iemand zijn de anders. Anderen die hen gedwongen hebben om hen terug te zetten op hun biologische oorsprong. En ik vind dat eigenlijk een zeer gevaarlijke zaak. Het is niet biologisch, het is cultureel. We hebben verschillende rassen. De Arabieren zijn niet één ras. We zijn niet allemaal blank of zwart. Dus is die assimilatie cultureel. Die assimilatie is geen illusie. Als er geen racisten bestaan, is die assimilatie perfect. Dus je bent voor assimilatie? Je bent voor assimilatie? Natuurlijk ben ik voor assimilatie. Okay. Maar ik wil dat niet opleggen. Ik zeg dat dat in het belang is van die mensen. Maar dat wil niet zeggen dat ze hun cultuur laten vallen, hoor. Je hebt China down in assimilatie. De eerste generatie natuurlijk niet. Nee, assimilatie of geen assimilatie? Omdat dat een onderdrukking is van de menselijke vrijheid. Zo simpel is het. Maar gewoon, je zegt toch ook, kijk, er zijn bepaalde regels dat iedereen inderdaad moet mee aan doen. Anders werkt het systeem niet. De wet. Dat is de wet. We zitten hier vandaag in het Nederlands te spreken, maar u weet ook dat als er studenten bij u kwamen, examen afnemen, als ze buiten waren, konden ze in het meest platte West-Vlaams voor de rest van hun leven converseren. En dan kwamen ze voor jou en dan spraken ze wat we noemen algemeen Nederlands, omdat dit de taal is waarover... Oké, het is een nadeel, misschien. Goed. Maar als je dus naast die taal Nederlands, die je natuurlijk hier in Vlaanderen moet kennen, wat je moet vooruit, en het biedt inderdaad heel veel voordelen, absoluut. Niemand heeft gezegd dat op een moslimschool Arabisch, enkel Arabisch zal worden gesproken. Maar nee, natuurlijk niet. Maar daarnaast, die Arabische taal is voor veel mensen zinvol en ik vind dat ze dat zelf mogen beslissen, hoor. Maar het grote gevaar van een groep mensen die samen zich gaan afzonderen, dezelfde taal spreken enzovoort, is ghettovorming en dat is rampzalig voor een maatschappij. Dat is zeer nadelig. Zo ontwikkel je conflicten enzovoort. Ik heb er geen enkel probleem mee. Integendeel, als mensen van Russische afkomst zijn, dat ze met die kinderen Russisch praten, dat ze daarna die kinderen Russisch leren, zoveel te beter. Ze kunnen er maar voordeel van hebben. Maar dat is een contradictie. Ze maar voordeel Want van aan hebben. De ene kant, die maatschappij dwingt de mensen door uitsluiting en ghettos, ja, sluit die sociaal-economisch uit en ze dwingt daar. Aan de andere kant, die maatschappij wil die assimileren. Ja, leg me dat eens uit. Maar die ghettovorming komt door het gebrek aan assimilatie. Nee, ik zeg van, kijk, je moet die ontkoppelen, de etnisch-culturele elementen van ghettovorming en sociaal-economische. Dat mensen wonen naast elkaar, omdat ze daarvoor kiezen, omdat ze dezelfde bakker gebruiken of dezelfde slager, dat is niet negatief. Maar dat mensen, dan arme mensen, in ene wijk wonen, dat is negatief, maar dat is sociaal-economisch en niet etnisch-cultureel te verklaren. En dat moet je ontkoppelen van elkaar. En het probleem is, men koppelt dat aan elkaar en dan creëert van, een etnie is minder ontwikkeld dan een andere etnie, als je dat aan elkaar koppelt. En maar dat is je moet vermijden dat bijvoorbeeld jongeren, in plaats als ze in een klas zitten, in plaats van samen met die andere leerlingen te gaan voetballen, naar hier of naar daar te gaan, dat die jongeren onderling groep vormen. Groep Turken, groep Marokkanen, groep Vlamingen. Ja, dat zijn allemaal de rest. Dus verstaat je? Als die eigenlijk afzonderlijke groep vormen, in plaats dat iedereen door elkaar gaat, maar wanneer in een maatschappij dat? Waar men samenleeft, moet iedereen met elkaar samenleven. Ja, maar wanneer kan dat gebeuren? Alleen als de mensen elkaar respecteren, elkaar niet willen assimileren. Ja? Als ik u aanvaard zoals dat u bent, en u aanvaardt mij als ik ben. Maar zolang dat we zeggen van, eigenlijk ik zie u niet zitten zoals dat u zegt, die taaltje van u wil ik niet hebben, en eigenlijk u wilt mij worden, en, maar kom, laten we vrienden zijn. Dan gaan we geen vrienden zijn. Kijk, een van mijn beste vrienden is een Indiër. Een van mijn beste vrienden is een Bulgaar. En als u mij nu vraagt of ik meer gemeenschappelijk heb met die Indiër dan met Filip de Winter, wel, dan is het antwoord onmiddellijk gegeven. Daar zijn we dan tenminste over eens. Ik heb nog een slotvraag voor meneer Abu Jaja. Het is al vaker onrustig geweest in de moslimgemeenschap, maar uiteindelijk is het allemaal terug bekoeld. Wordt het of blijft het deze keer anders? Ja, kijk, ik denk onrust gebeurt door redenen. Ik hoop dat de dialoog komt. Maar alleen zeg ik, dialoog gebeurt door wederzijds respect en acceptatie. Als we zo kunnen dialogeren, we aanvaarden elkaar zoals dat we zijn en stoppen met te proberen elkaar te veranderen, dan gaat het eigenlijk rustig voor altijd, maar dan structureel rustig blijven. Dank u wel. Diab Abu Jaja, Etienne Vermeers en Sami Semni.
Dit was Nachtwacht. Volgende week hebben we het over de Vlaamse en de Waalse cultuur. Zijn Vlamingen en Walen definitief twee verschillende volkeren geworden die niet meer kunnen samenleven, en moeten we het eens met de Hollanders proberen? Ik wens u nog een fijne avond en tot de volgende keer.